Diverse scholen zijn vanaf vandaag voor onbepaalde tijd gesloten. Dit omdat leerkrachten aangesloten bij de BVL en de ALS in staking zijn. Wilgo Valies, voorzitter van deze bonden, benadrukte vandaag tijdens een persconferentie in Matagouri dat het geduld van de leerkrachten nu echt op is. De persconferentie is belegd na een drukbezochte algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft deze protest-ALV belegd omdat ze ontevreden is over de manier waarop de herwaardering tot nu toe is uitgevoerd. De leerkrachten hebben minder ontvangen dan was toegezegd. Deze actie is daarom een krachtige boodschap naar de regering toe, zegt Valies. De leerkrachten zeggen ze gaan tot het uiterste en ze gaan niet naar school. Die oplossing moet komen. Als ze binnen een uur een oplossing kunnen hebben met CLO, wel, dan kan dat ook, voor de leerkrachten. En wij zeggen duidelijk, we gaan niet, ten overstaan van de rechter hebben ze gezegd, ze gaan die herwaardering in prijs brengen eind maart. Ze hebben niet gezegd dat er een gedeeltelijke herwaardering zou zijn. Wij zijn van oordeel, je kan niet één deel herwaarderen en het andere deel een deel. Dat kan niet. Dus wij zeggen, die herwaardering moet volledig worden uitgevoerd zoals dat, laten we zo zeggen, wat ten overstaan van de rechter is aangegeven. Die herwaardering moet worden uitgevoerd. Valies geeft verder aan dat de regering probeert zijn bonden te omzeilen. Hij hekelt het dat er vanuit de overheid alleen met de VOLS wordt gecommuniceerd, terwijl zijn vakorganisaties een heel groot deel van de onderwijsgevenden vertegenwoordigen. Voor ALS en BVL worden ze benadeeld. ALS en BVL zijn hun wettige vertegenwoordigers. En de overheid dient met deze organisatie te dealen en niet alleen met VOLS. VOLS vertegenwoordigt die leerkrachten niet. Dus de belangrijkste voorwaarde voor ons, dat ze één met deze twee organisaties gaan dealen over de verdere uitvoering van dit akkoord wat we hebben gesloten. Ze moeten afblijven van onze grondrechten. En het schijnt hier een cultuur te worden dat deze overheid komt aan grondrechten van deze burgers in dit land. We hebben het meegemaakt laatst toen we aan het demonstreren waren. Men komt aan onze grondrechten. En wij gaan niet stilzitten. Aldus Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS, vandaag tijdens een persconferentie. Ontevreden leerkrachten aangesloten bij deze bonden blijven in staking totdat het herwaarderingsprogramma correct is uitgevoerd.